Wanneer begint dat nu eigenlijk, de catechese? En wanneer stopt dat? Wat gaat er allemaal veranderen in Brussel? En waar is al dat veranderen goed voor? Alle christenen worden geroepen om dag na dag samen volwassen te worden in het geloof. En op die weg zijn doopsel, vormsel en eucharistie heel sterke bakens. De manier waarop we de catechese organiseerden heeft lange tijd goed gefunctioneerd. Kinderen leerden het geloof kennen en werden voorbereid op de sacramenten. En dit in een context waarin katholiek zijn vanzelfsprekend was. In de familie, op school, in de jeugdbeweging en zelfs in de politiek. Iedereen was katholiek. Dit is nu niet meer zo. Doopsel, vormsel en eerste communie worden vaak beschouwd als iets dat nu eenmaal moet om naar de kerk te kunnen gaan of om er te kunnen trouwen. Geloven is in eerste instantie de bereidheid om Jezus in uw leven binnen te laten, om met hem uw leven uit te bouwen, om met hem op weg te gaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen om met Jezus een relatie uit te bouwen. En dat is een levenslang project. Dat is iets dat met vallen en opstaan steeds verder groeit, waar je steeds meer naar zoekt en uitprobeert en altijd opnieuw vernieuwt en zo op die manier gedurende heel je leven steeds dichter bij Jezus probeert te komen. Maar catechese is helemaal niet bedoeld als de prijs die je moet betalen voor. Ja, voor wat eigenlijk? En dus moet de manier waarop we de catechese organiseren veranderen. Het geloof is niet iets dat er in onze drukke levens nog eens bovenop komt. Geloven is eerst en vooral een rijke en dynamische relatie met Jezus Christus. Een relatie die gedragen wordt door een gemeenschap. Die ontmoeting die mij zoveel kracht en rijkdom heeft gegeven, dat ik op een of andere manier dichter bij mezelf kwam, maar dat ik ook dichter bij God kwam. Kinderen tot 8 jaar krijgen de kans het geloof te ontdekken. Hierop volgt een traject van 2 of 3 jaar catechese. Rond 10, 11 jaar ontvangen deze kinderen het doopsel, als ze al niet gedoopt werden als baby, het vormsel en de eucharistie. En dit, als het mogelijk is, in 1 viering. Hierop volgt voor de jongeren een dynamische jongerenpastoraal. Op elk ogenblik en op gelijk welke leeftijd is het mogelijk zich voor te bereiden op deze sacramenten, via een traject dat 2 jaar duurt. Bij dit alles is de lokale gemeenschap heel belangrijk. Zij is het kloppend hart van het gemeenschapsleven, waar klein en groot elkaar ontmoeten.